Daar is die. Heel mooi spiegeltje. Dit keer gevangen op de bom van Preston Innovations. Ik heb gevist met pop-up brood. Kijk, is perfect gehaakt. Ik ga hem even onthaken en dan zal ik hem je showen. Terwijl ik bezig was met het voorbereiden, had ik een bommetje erop gezet met poppenbrood. En deze, dit prachtig mooie spiegeltje, kon het niet weerstaan. We gaan hem gauw terugzetten. En ik zal jullie zo uitleggen wat ik heb gedaan. Zo, gaan we terugzetten. Goedemorgen beste kijkers. Ik heb mijn eerste vis net al gevangen. Ik had even... ben overgeswitcht. Ik zat te vissen in deel 1. Met de method. Ik ben toen in deel 2 overgegaan naar de open feeder van Matrix. En Preston heeft ook een geweldig systeem, het ICS systeem. En dat past heel mooi weer op het systeem van Matrix. En wat heb ik gedaan? Ik had dus een bommetje er even opgezet en ik heb gevist met pop-up brood. Ik ga jullie nu laten zien wat ik gedaan heb. En ik zal hem er opnieuw weer in gooien om te laten zien dat het werkt. Oké, ik heb gewoon een hertje, ongeveer 15, of onderlijntje, 15 centimeter ongeveer. Heel simpel haakje. Gewoon Nautilus knot. Een her met een stoppertje. Nou, die gaat erop. En dan heb ik de bread punch. Dan heb ik weer brood. En op de bodem aangekomen zal dit ongeveer zo gaan staan. Eerste bakje koffie.
Kijk eens, we hebben weer een plaatje te pakken. Super. We gaan hem gauw onthaken. Dan zal ik jullie laten zien waar ik hem op gevangen heb. De Alloy Feeder. En op een 360 graden rig. Ik zal hem gauw onthaken. Perfect gehaakt. Midden in de bek. Op een 360 graden rig. Ik hoop dat het zo te zien is. We gaan hem gauw weer terugzetten.